Zouden jullie bijvoorbeeld bij familie geld kunnen lenen voor een hypotheek? Ik denk wel dat we geld kunnen lenen, ja. Liever niet. En heb je een schoonfamilie? Ja, zeker. Zou je bereid zijn om bij je schoonfamilie dat geld te lenen? Dat is out of the question. Dat ga ik sowieso niet doen. Hoeveel kamers heeft u over? Dus wij hebben wel 3 kamers over, ja. Ja, dan kunt u best een kamer missen, toch? Ja, dat zou kunnen, ja. Kopen of huren? Nieuwbouw of toch een klushuis? En zou jij je schoonfamilie vragen om geld voor een nieuwe hypotheek? Wij vragen het de mensen op straat. En de ABN AMRO-expert Filip. Hey, hallo. Die kan met ons mee. Maak jij je wel eens zorgen om de woningmarkt? Ja, niet voor mezelf, maar wel voor onze jeugd natuurlijk. Ik denk dat mijn kinderen tot hun 30ste bij mij blijven wonen. Jullie zijn dan de babyboomers, de boomers. Ja, wij zijn die boomers. Jullie vinden het een eer om jullie een keer in het wild te ontmoeten zo. Ja, okay. En zijn jullie blij met waar jullie wonen? Niet helemaal, want ik woon in een heel oud huis en ik woon in een huurhuis. Oeh, en wat wil je dan? Het liefst een koophuis. Nou, er komen kansen voor koopstarters. Er zijn namelijk heel veel beleggers die minder interesse hebben in verhuur van woningen en hun woningen op de markt brengen. Dat betekent dat koopstarters dus deze woningen kunnen kopen. Houd er wel even rekening mee dat het vaak om pluswoningen gaat met een wat matig energielabel. Maar voor echte klussers hoeft dat geen probleem te zijn. Ik zou nooit een kant-en-klaar huis kopen. Ik vind het altijd leuk juist om waarde toe te voegen en een huisje echt je eigen huisje te maken. Dus... Liever geen klushuis, maar nieuwbouw spreekt me ook niet direct aan. Ik hou wel van een karakteristieke woning. Ik zou het geen probleem vinden om het huis een beetje op te knappen. Dat je dan echt je eigen smaak aan een huis kan maken. We hebben 10 jaar geleden een bouwval gekocht. Oh, dus laat je handen eens zien. Jij hebt dan vrij handige vingers, of niet? Ja, veel eelt. Ik zou het zo nog een keer doen. Ik heb nog nooit zo'n leuke tijd gehad als mijn verbouwingstijd. Er staan best veel woningen vrij hier. Maar het kost gewoon allemaal heel veel geld. Het begint eigenlijk bij 6 of 7 ton, waar onze behoeften liggen. Nou, goed nieuws. De hypotheekrente gaat omlaag. Het depositotarief gaat omlaag van 4 naar 2,75%. Naast dat je minder kosten hebt voor je hypotheek, zorgen lagere hypotheekrente ook voor dat je meer mag lenen. Als de rente bijvoorbeeld daalt van 3,75% naar 3,25%, betekent dat gemiddeld genomen je 2% meer mag lenen. Bovendien zorgt een lagere hypotheekrente ervoor dat je meer geld kunt lenen om bijvoorbeeld te verbouwen of om je woning te verduurzamen. Stel je hebt een koophuis gevonden, heb je dan ook al een beetje een idee hoe lang je rente, hypotheek, rente wil vastzetten? Dan zeg ik 30. Ik weet het niet zo. En waarom 30? Klinkt als een langere tijdspan. Dat hangt een beetje van de hoogte van de rente af. Zo lang mogelijk, denk ik. Ja, wie een hypotheek afsluit, kan kiezen tussen verschillende rentevastperiodes. 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Ik zou wel 5 jaar, omdat ik wel een moving person ben. Ik ga wel gewoon echt heel vaak van plek naar plek toe. En daar hou ik ook heel erg van. Ik denk wel dat jongere mensen daar minder over nadenken. Ik heb nu 10 jaar vaststaan. Daar heb ik spijt van. Want we hadden eigenlijk 2 jaar moeten wachten en dan vastzetten. 30 jaar is voor mensen die veel stabiliteit willen. Zij weten waar ze aan toe zijn voor de komende 30 jaar aan rentelasten. Maar als je voor korter kiest, ben je vaak wat goedkoper uit. En kan misschien beter passen bij je persoonlijke financiële situatie. Zouden jullie bijvoorbeeld bij familie geld kunnen lenen voor een hypotheek? Nou ja, dat kan wel, maar dat ga ik niet doen. Dat vind ik een beetje disrespectvol. Ja, ik weet niet. Ik wil wel graag zelfstandig blijven. Ik denk wel dat we geld kunnen lenen, ja. Maar of dat ook mijn voorkeur heeft, nee. Liever niet. En heb je een schoonfamilie? Ja, zeker. Zou je bereid zijn om bij je schoonfamilie dat geld te lenen? Oeh. Oeh. Dat is out of the question. Dat ga ik sowieso niet doen. Nee. Dan knippen we dit eruit, hoor. Dan zie je niet met het. Niet, hoor. Ze mogen het horen. Als het via mijn partner gaat, wel denk ik. Als hij een soort van... Hij moet de communicatie doen. Ja, teken daarin met zijn ouders. Als jullie naar het huis kijken, kijken jullie dan ook naar het energielabel? Ja. 9 van de 10 keer wel. Dat is wel het eerste waar ik nu naar kijk. Ik weet niet of het een dealbreaker zou zijn. De plek is voor mij belangrijker. A+, in ieder geval. Oh, doe maar. Maar dat komt ook omdat het heel veel in kosten scheelt. Nou, we kennen allemaal het energielabel. En het energielabel geeft inzicht in het energieverbruik van de woning. En daarmee kunnen kopers ook beter bepalen welke prijs passend is bij de woning. Maar weet je ook wat een klimaatlabel is? Nee. Is dat niet wat een klimaatlabel is? Met een klimaatlabel willen we eigenlijk hetzelfde bereiken als met een energielabel. Namelijk inzicht verschaffen in de klimaatrisico's. Of overstromingsrisico of over funderingsrisico. Ik denk dat het heel goed is om dat te vermelden, zeker. Het klinkt wel als een goede toevoeging, maar ik zou het echt eerst moeten zien. Ik denk dat het best een goed initiatief is. Alleen het moet, wat je vaak ziet met zulke initiatieven, niet doorslaan. Dat het zich weer overreguleert. Hoe meer duidelijkheid je hebt over de staat van je huis en de omgeving, hoe beter. En als de koper daar beter inzicht in heeft, kan hij ook beter bepalen welke prijs hij voor de woning wil betalen. Helder, Filip. Zoals je hoort lopen de meningen behoorlijk uiteen. Wil jij nou op de hoogte blijven van de laatste woningmarktontwikkelingen? Kijk dan op onze website.